Het ministerie van Economische Zaken voert het project Search uit, gefinancierd door de Wereldbank en met technische assistentie van Solidaridad. Het project, onderdeel van het Suriname Competitiveness and Sector Diversification Project, heeft de eerste 10 grant agreements getekend om Surinaamse micro, kleine en middelgrote ondernemingen te ondersteunen. Directeur Karishma Matura wees op de steun aan vrouwelijke ondernemerschap, met 56 van de 77 deelnemende bedrijven geleid door vrouwen. Het ministerie zal ondernemers begeleiden om bij te dragen aan de economische vooruitgang van Suriname. Minister Stephen McAndrew van AWJ lanceerde afgelopen zaterdag het project Rokofumik Money in Brokopondo, waarbij 30 deelnemers kosteloos vaktrainingen krijgen in textiele werkvormen en elektrohuisinstallatie. De trainingen, gefinancierd door de Surinaamse regering, zijn bedoeld om deelnemers zelfredzaam te maken op de arbeidsmarkt. McAndrew benadrukte het belang van inzet en discipline voor succes. SAO-directeur Joyce Lapar en raad van bestuurlid Isaac Hill wensen de participanten veel succes toe. Het ministerie van Economische Zaken heeft gisteren de lijst van basis- en strategische goederen voor de periode van 27 januari tot 9 februari 2024 bekendgemaakt. Op deze lijst mag een kilo uien niet duurder zijn dan 52 SRD en 15 cent. Daarnaast mag voor een kilo aardappelen niet meer dan 39 SRD en 55 cent betaald worden. Deze lijst van basis- en strategische goederen is terug te zien op de Facebookpagina van het ministerie. Bij constatering van prijsopdrijving worden burgers opgeroepen die te melden aan het ministerie.